Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een witte vlek boven het noordoosten van Nederland. Dat is dikke bewolking waaruit sneeuw viel. In het oosten van Groningen is lokaal zelfs 8 centimeter gevallen. En ook op andere plaatsen in Groningen, Drenthe en lokaal in Twente is het soms wit. In de loop van de ochtend gaat er nog meer sneeuw vallen, maar ook natte sneeuw en regen. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen droog en loopt de temperatuur op naar 2 tot 5 graden. De zon breekt ook door en de wind neemt aan zee af. De meeste sneeuw zal dan verdwijnen. Vanavond nog een lokale sneeuwbui, maar heel veel wittigheid levert dat niet meer op. Bij temperaturen rond of onder het vriespunt kan het wel weer glad worden. Morgenochtend dus rekening houden met gladheid, verder morgen een schitterende winterdag wat mij betreft. De wind neemt af, smiddags is het zelfs bijna windstil, verder zijn er flinke zonnige perioden en de temperatuur ligt tussen min 1 en plus 3 graden. Maandag en dinsdag doen we dat nog een keer over. Ook dan een zonnige periode, droog weer. In de nachten ligt het op matige vorst en overdag rond of iets boven nul. Woensdag neemt de kans op sneeuw toe, maar die kans is nog wel klein. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl